heeft iedere tesselletter betekenis. De T staat voor toerisme, de E voor economie, de X voor de duurzame X-factor, de E voor ecologie en de L voor landschap. Op Texel zoeken waterbuffering, energieopwekking, dijkversterking, landbouw en toerisme ontwikkelruimte. Maar door gevestigde belangen, regels en opinies lijken er allerlei onzichtbare schotten te zijn. Wat als we over de schotten heen kijken en een aantrekkelijk vergezicht schetsen? Dat is de insteek van Planet Texel. Planet Texel gebruikt daarbij 7 principes als leidraad. 1. Vertrek uit natuur. Maak meer, slimmer en zichtbaarder gebruik van ecologie en de landschappelijke elementen. 2. Koppel schoonheid aan schoonheid. Verbind esthetiek met milieutechnisch gezonde systemen. 3. Echt Texels. Versterk de eigen identiteit en produceer lokaal wat kan. 4. Beweeg mee met de seizoenen. Tijdelijkheid en exclusiviteit als selling point. 5. Koester eenheid in diversiteit. Vermijd cacofonie en monotonie. 6. Ruim op en revitaliseer. Haal het overbodige weg, zodat het pure en natuurlijke Texel zichtbaar wordt. 7. Blijf jutten, pionieren en innoveren. Kijk naar wat er aanspoelt, ga voor verandering en een voorhoedefunctie. Op verschillende plekken op het eiland gaat wat gebeuren. Een duurzaam watersysteem is de basis. Dit koppelt duin en wat en is de motor voor verandering. Planet Texel maakt van de Koog weer een echt duindorp en polder Waal en Burg wordt een centrale zoetwaterbuffer. Dennenbossen worden ecologisch rijker en natter en bieden ruimte aan seizoensaccommodaties. Tegelijkertijd verlandschappelijken versteende recreatieterreinen. Aan de Wadzijde is er een nieuwe agrarische toekomst voor zeeltelandbouw en landvisserij. Vooral bij Nieuwe Schild is ruimte voor innovatie. Hier combineert Planet Texel energieopwekking, zeelandbouw en kustverdediging tot een icoonproject van internationale allure. Planet Texel gebruikt ook zachte vooroevers als kustverdediging, met hier en daar ruimte voor bijzondere seizoensaccommodaties. Maar ook projecten als de Veerhaven, Oude Schild als havenplaats, de Schorren en Slikken als golfbreker dragen bij aan de ambities van het vergezicht. En uit alle plannen komen weer elementen die we kunnen gebruiken als toolbox voor nieuwe plannen. Duindorp de Koog. Goedkope en schrale gebouwen hebben de Koog beroofd van zijn oorspronkelijke karakter. Opruimen van een wildgroei aan bouwsels geeft kansen voor een terugkeer van het open duinkarakter. Nieuwe en elegante gebouwen versterken het karakter van de straten. Koogse veranda's leveren energie, maar geven vooral samenhang tussen oude en nieuwe gebouwen. Pop-up kassen en terrassen bewegen op een lichte manier mee met de seizoenen. Zo wordt de Koog in alle seizoenen aantrekkelijk. Het bos is de sleutel. Aan de rand van de Koog ligt een weinig gebruikt dennenbos. Dit bos is de sleutel voor de revival van het dorp en zijn omgeving. De dennen zorgen voor veel schaduw en verdroging van de bodem. Nieuwe open plekken in dit bos bieden ruimte aan poelen en loofbomen. Vanaf maart zijn ook mobiele zelfvoorzienende vakantiehuisjes welkom in dit bos. Tussen mei en oktober loopt dit aantal mobiele huisjes op tot maximaal 300.
Deze 300 vervangen gedateerde plaatsen op recreatieterreinen net buiten het bos. In november begint het exclusieve seizoen, ideaal voor mensen die in de stilte van de natuur willen verblijven. In december is het bos weer helemaal leeg. 3 maanden lang is het stil en rustig in het bos en neemt de natuur en de tesselaar het weer over. Voorjaar schoonmaak. Een groot parkeerterrein midden in de Koog transformeert stap voor stap in een prachtig duinlandschap. Veel bestaande gebouwen en openbare ruimtes zijn schraal en gedateerd. Wildgroei in de dorpsstraat wordt gereorganiseerd, zodat de straat weer mooi en aantrekkelijk wordt. Een versleten caravanpark verdwijnt in ruil voor plaatsen in het bos. Een deel van dit caravanpark wordt een groen parkeerterrein dat in grootte meebeweegt met de seizoenen. 10 hectare overbodige verharding wordt zo verwijderd. En als de kartbaan weg is, ontstaat een prachtig landschap waar alle recreatiefuncties van de Koog van profiteren. Nog een stap verder en ook de aangrenzende terreinen worden minder stenig en veel groener. 3 hectare zoetwater en 7 hectare landschap is hersteld. Deze relatief simpele ingreep zorgt voor een totale gedaanteverwisseling. Natuurvallei. Om een belangrijke verbindingsstroom in het watersysteem te herstellen, maakt een bestaand chaletpark de weg vrij voor nieuwe recreatie. Duinpoelen en vennen zijn nodig om water te bufferen om zo de droge perioden te overbruggen. Een nieuw landschap biedt ruimte aan nieuwe natuur en nieuwe vormen van mobiele recreatie. Ook de schapenboet speelt hierin een rol. De zogenaamde fietsboet, met daarin zelf meegebrachte energie en water, maakt het mogelijk om het nachtelijk verblijf hierin tot een bijzondere en pure beleving te maken. Nieuwe ruilverkaveling. Veel recreatieterreinen zijn geconcentreerd ten zuiden van de Koog. Deze gesloten en in zichzelf gekeerde terreinen blokkeren de oorspronkelijke waterverbindingen. In deze duinvalleiterreinen kunnen we weer natte natuur integreren. En ook de dennen naast deze recreatieterreinen kunnen we gebruiken voor een sterke integratie tussen water, natuur en recreatie.
Dit zorgt ervoor dat terreineigenaren seizoensgebonden compensatiemogelijkheden krijgen voor het verdunnen en vernaturen van hun terreinen. Deze ingrepen bieden ook kansen voor cranberry tilt op Texel. Met deze ruilverkaveling tussen staatsbosbeheer, recreatieondernemers en boeren wordt iedereen er beter van. En zeker de toerist. Hij zal blij zijn met deze nieuwe natuurervaring. Duindorp de Koog. Goedkope en schrale gebouwen hebben de Koog beroofd van zijn oorspronkelijke karakter. Opruimen van een wildgroei aan bouwsels geeft kansen voor een terugkeer van het open duin karakter. Nieuwe en elegante gebouwen versterken het karakter van de straten. Koogse veranda's leveren energie, maar geven vooral samenhang tussen oude en nieuwe gebouwen. Pop-up kassen en terrassen bewegen op een lichte manier mee met de seizoenen. Zo wordt de Koog in alle seizoenen aantrekkelijk. Het bos is de sleutel. Aan de rand van de Koog ligt een weinig gebruikt dennenbos. Dit bos is de sleutel voor de revival van het dorp en zijn omgeving. De dennen zorgen voor veel schaduw en verdroging van de bodem. Nieuwe open plekken in dit bos bieden ruimte aan poelen en loofbomen. Vanaf maart zijn ook mobiele zelfvoorzienende vakantiehuisjes welkom in dit bos. Tussen mei en oktober loopt dit aantal mobiele huisjes op tot maximaal 300. Deze 300 vervangen gedateerde plaatsen op recreatieterreinen net buiten het bos. In november begint het exclusieve seizoen, ideaal voor mensen die in de stilte van de natuur willen verblijven. In december is het bos weer helemaal leeg. 3 maanden lang is het stil en rustig in het bos en neemt de natuur en de Texelaar het weer over. Voorjaarsschoonmaak. Een groot parkeerterrein midden in de Koog transformeert stap voor stap in een prachtig duinlandschap. Veel bestaande gebouwen en openbare ruimtes zijn schraal en gedateerd. Wildgroei in de Dorpsstraat wordt gereorganiseerd, zodat de straat weer mooi en aantrekkelijk wordt. Een versleten caravanpark verdwijnt in ruil voor plaatsen in het bos. Een deel van dit caravanpark wordt een groen parkeerterrein dat in grootte meebeweegt met de seizoenen. 10 hectare overbodige verharding wordt zo verwijderd. En als de kartbaan weg is, ontstaat een prachtig landschap waar alle recreatiefuncties van de Koog van profiteren. Nog een stap verder en ook de aangrenzende terreinen worden minder stenig en veel groener. 3 hectare zoetwater en 7 hectare landschap is hersteld. Deze relatief simpele ingreep zorgt voor een totale gedaanteverwisseling.
natuurvallei. Om een belangrijke verbindingsstroom in het watersysteem te herstellen, maakt een bestaand chaletpark de weg vrij voor nieuwe recreatie. Duinpoelen en vennen zijn nodig om water te bufferen om zo de droge perioden te overbruggen. Een nieuw landschap biedt ruimte aan nieuwe natuur en nieuwe vormen van mobiele recreatie. Ook de schapenboet speelt hierin een rol. De zogenaamde fietsboet, met daarin zelf meegebrachte energie en water, maakt het mogelijk om het nachtelijk verblijf hierin tot een bijzondere en pure beleving te maken. Nieuwe ruilverkaveling. Veel recreatieterreinen zijn geconcentreerd ten zuiden van de Koog. Deze gesloten en in zichzelf gekeerde terreinen blokkeren de oorspronkelijke waterverbindingen. In deze duinvalleiterreinen kunnen we weer natte natuur integreren. En ook de dennen naast deze recreatieterreinen kunnen we gebruiken voor een sterke integratie tussen water, natuur en recreatie. Dit zorgt ervoor dat terreineigenaren seizoensgebonden compensatiemogelijkheden krijgen voor het verdunnen en vernaturen van hun terreinen. Deze ingrepen bieden ook kansen voor cranberry tilt op Texel. Met deze ruilverkaveling tussen staatsbosbeheer, recreatieondernemers en boeren wordt iedereen er beter van. En zeker de toerist. Hij zal blij zijn met deze nieuwe natuurervaring. De grote waterbuffer. Polder Waal en Burg wordt dé grote zoetwaterbuffer van Texel. Deze polder wordt het hart van het Texelse watersysteem. Met deze polder overbrugt Texel straks droge periodes. Dit is nodig omdat nu te veel zoetwater uit de duinen in de zee gepompt wordt. Door het water tijdens de natte seizoenen te bufferen, kunnen we het tijdens droge periodes gebruiken. De buffercapaciteit van 7,5 miljoen kub zoet water is cruciaal voor een gezonde agrarische toekomst. Het dynamische waterpeil geeft ook dynamiek aan de natuur en nieuwe kansen voor recreatie. Zoet zout. Omarm een zoute toekomst in Polder Het Noorden. Deze polder ligt beneden zeeniveau en om droog te blijven moet er constant gepompt worden. Verspillen van zoet water gaat hand in hand met verzilting. Het is als het ware het afvoerputje van het eiland. Boeren verzetten zich niet meer en laten het zoute water binnen. Ze schakelen in deze polder van 700 hectare over op landvisserij en zoute en zilte teelten. Ook hier wordt het landschap bijzonder en dynamisch. Tegelijkertijd ontstaat nieuwe natuur en potentie voor toerisme en recreatie. Tibica. In plaats van de Prins Hendrikdijk te verhogen, maken we door middel van zandsuppletie zachte vooroevers. Deze vooroevers breken de golfslag om zo de dijk te beschermen. Het nieuwe, buitendijkse duinachtige landschap geeft deze wadzijde nieuwe kansen voor natuur en recreatie. In het seizoen zijn een aantal mobiele en zelfvoorzienende accommodaties te gast in dit nieuwe landschap. Het wordt een nieuwe en exclusieve ervaring van een verblijf op Texel.
Buiten het seizoen nemen de elementen weer volledig bezit van deze nieuwe natuur. Nieuwe Schild. Nieuwe Schild wordt de maritieme innovatiebaai van Texel. Ten noorden van Oude Schild buigt de Oude Dijk naar binnen en vormt zo een smalle baai. Een drijvende golfbreker sluit de baai en beschermt zo de Oude Dijk. Deze 3,5 kilometer lange golfbreker wordt verankerd door 5 windmolens van 3 megawatt. Deze offshore oplossing heeft wat betreft onderhoud het gemak en het financiële voordeel van een windmolen op land. De luwte van de baai biedt kansen aan maritieme innovaties. Het wordt een test- en productielocatie voor algenkweek, kokkels, zeelandbouw en zonne-energie. Een schone vissersvloot van Oude Schild profiteert van de productie van biodiesel. Ook de onderzoekers van de verschillende wetenschappelijke instituten op of nabij het eiland verbinden hun zeeonderzoek aan deze plek. Nieuwe Schild genereert nieuwe banen voor hoogopgeleide ondernemers en onderzoekers. Het wordt de derde pijler onder de Texelse economie. Mars van moerassen. Slikken en schorren zorgen voor een natuurlijke dijkbescherming van de noordelijke waddenkust van Texel. Een duurzame en eenvoudige manier om de zwakke dijken te versterken is het vergroten van de slikken en schorren. Staken zorgen ervoor dat eb en vloed slip en modder afzetten. Uiteindelijk beschermen deze 143 hectare aan slikken en schorren Texel tegen de zeespiegelstijging. Een unieke en toegankelijke uitbreiding van buitendijks natuurgebied. Kustverdediging wordt kustlandschap.